Wat is Duel Masters? Duel Masters is meer dan een spannend nieuw ruilkaartspel. Het is je kans om een keer Judo Master te worden. Een expert in het vechten met gigantische wezens. Om Duel Masters te spelen heb je een deck nodig met minstens 40 Duel Masters kaarten. Je hebt ook een vriend nodig die zijn eigen deck heeft. Je kunt helemaal zelf bepalen welke kaarten je in je deck stopt. Jij bepaalt welke krachtige monsters je voor je laat vechten. En jij bepaalt welke spreuken je gebruikt om je tegenstander te verrassen. Het doel van het spel is om alle shields van je tegenstander te breken. Als je hem dan nog één keer aanvalt, win je. Om dit te kunnen doen, heb je wezens en spreuken nodig. Laten we eens kijken hoe de kaarten eruit zien en hoe ze werken. Dit is een wezen. Dat weet je omdat hier wezen staat. En hier een krachtgetal. De kracht van het wezen bepaalt hoe sterk hij is. De naam van dit wezen is Deadly Fighter Breakclaw. En hij is een wezen van het type Dragonoid. Je kunt verschillende soorten wezens in je deck hebben. Het kost 1 mana om hem op te roepen naar de Battlezone. Dit is het tekstvak. Veel wezens hebben speciale regels en eigenschappen. Deze hier moet elke beurt aanvallen als dat kan. Als een wezen in de Battlezone zit, moet je doen wat er staat. Als hij ergens anders zit, zoals op je wegwerpstapel of de manazone, kun je de tekst negeren, tenzij dat niet mag. Bij veel wezens staat ook een schuingedrukte tekst. Die is niet belangrijk voor het spel, maar het is wel leuk om te lezen. Wezens zijn erg belangrijk omdat ze in de battlezone voor je vechten nadat je ze hebt opgeroepen. Je hebt wezens nodig om de shields van je tegenstander te breken en het spel te winnen. Dit is een spel- of spreukkaart. Er staat geen krachtgetal in de hoek en hier staat spel. Deze spreuk heet Death Smoke. Hij kost 4 mana om in het spel te brengen. Als je een spreuk speelt, doe je wat in het tekstvak staat. Als je niet alles kunt doen wat er staat, doe je gewoon zoveel mogelijk. Daarna gaat deze kaart naar je wegwerpstapel. Spreuken hebben een eenmalig effect, maar ze kunnen heel erg krachtig zijn. Laten we voordat we beginnen even kijken hoe een volledig spel eruit ziet. Dit is de Shield Zone. Elke speler start het spel met 5 shields. Als je alle shields van je tegenstander hebt gebroken, val je hem nog 1 keer aan om het spel te winnen. Dit is de Battlezone. De wezens die je oproept gaan naar de Battlezone, waar ze voor je vechten. Dit is je Manazone. Elke speler heeft er een. Mana is magische energie waarmee je betaalt voor wezens en spreuken. Hoe meer mana je hebt, hoe krachtiger de wezens en spreuken die je kunt oproepen. Dit is je deck. Aan het begin van elke beurt pak je een kaart van je deck, zodat je altijd nieuwe wezens kunt oproepen en spreuken kunt spelen. Dit is je wegwerpstapel. Als een wezen is vernietigd of als je een spreuk hebt gespeeld, leg je hem op je wegwerpstapel. Hé, je weet nu genoeg. We gaan spelen! Voordat je Duel Masters begint te spelen, schud je alle twee je deck. Beslis wie er mag beginnen. Misschien wil je een muntje opgooien of inimine mutten doen om dat te bepalen. Pak eerst de bovenste 5 kaarten van je deck en leg ze met het plaatje naar beneden naast elkaar. Bekijk ze niet. Dit zijn je shields. Je tegenstander doet hetzelfde. Tijdens het spel probeer jij de shields van je tegenstander te breken en hij probeert die van jou te breken. Pak nu opnieuw de 5 bovenste kaarten van je deck. Deze kaarten mag je wel bekijken. Dit is je hand. Je tegenstander doet hetzelfde. De kaarten in je hand zijn de kaarten die je kunt spelen. Nu de voorbereidingen klaar zijn, is het tijd om te spelen. Je beurt bestaat uit 6 stappen. Stap 1 is je beurt beginnen. Je legt dan al je kaarten op tafel weer goed. Omdat je nu nog geen kaarten hebt, slaan we dit over. We komen erop terug bij de tweede beurt. De tweede stap is een kaart trekken. Wacht even, de speler die begint trekt in zijn eerste beurt geen kaart. Dus dit slaan we nu ook over. Maar geen zorgen, dat komt wel bij beurt 2. Stap 3 is een kaart in je manazone leggen. Dit hoef je niet elke beurt te doen. Maar aan het begin van het spel moet je het zeker doen. Mana heb je nodig om voor wezens en spreuken te betalen. Zonder mana kun je helemaal niets. Kies een kaart in je hand die je niet snel nodig hebt. Leg hem op zijn kop in je manazone, zodat je het getal in de cirkel kunt lezen. Die kaart blijft de rest van het spel in je manazone en levert bij elke beurt opnieuw mana op. Je mag per beurt maar 1 kaart in je manazone leggen. Dus zodra je dat hebt gedaan, is deze stap voorbij. Stap 4 is wezens oproepen en spreuken spelen. Je mag zoveel wezens in het spel brengen als je wilt en zoveel spreuken gebruiken als je wilt. Zolang je maar genoeg mana hebt om ze te betalen. Laten we Deadly Fighter Breakclaw oproepen.
Die kost 1 mana. Braidclaw hoort bij de firebeschaving. Dat kun je zien aan de rode kleur. Er zijn 5 verschillende Duel Masters beschavingen. Fire, Darkness, Light, Nature en Water. Ze hebben allemaal hun eigen sterke punten en strategieën. Je kunt elke combinatie van beschavingen gebruiken in je deck. Omdat Braidclaw bij de firebeschaving hoort, moet je een fire mana gebruiken om ervoor te betalen. Omdat de kaart in je mana zone rood is, maakt deze fire mana. Om mana te krijgen, tap je de kaart in je mana zone. Je draait hem dan een kwartslag. Als je een kaart tapt, wil dat zeggen dat je hem die beurt gebruikt. Nu je betaald hebt voor Deadly Fighter Braidclaw, kun je hem in de battlezone leggen. Je hebt deze beurt geen mana meer, dus deze stap is voorbij. Stap 5 is aanvallen met je wezens. Maar wacht, de eerste beurt dat je een wezen in de battlezone legt, kun je hem nog niet gebruiken. Het oproepen heeft zoveel magische energie gekost dat Braidclaw te vermoeid is om aan te vallen. Daarom is deze stap voorbij. Stap 6 is je beurt beëindigen. Nu is je tegenstander aan de beurt. Hij trekt een kaart. Hij legt een kaart in zijn mana zone. Hij mag wezens oproepen en spreuken spelen, maar hij heeft niets dat maar 1 mana kost. Hij mag nu aanvallen, maar hij heeft geen wezens om mee aan te vallen. Zijn beurt is voorbij. Nu is het weer jouw beurt. Stap 1. Je beurt beginnen. Vergeet niet dat je nu alles wat je hebt weer goed moet leggen. Je untapt je wezens en je mana kaarten door ze weer terug te draaien. Nu kun je ze weer gebruiken. Stap 2. Trek een kaart. Omdat het niet meer de eerste beurt van het spel is, mag je een kaart pakken van je deck. Stap 3. Leg een kaart in je mana zone. Je hebt maar 1 mana kaart. Je hebt er meer nodig. Leg nog een kaart uit je hand in de mana zone. Stap 4. Roep je wezens op en speel je spreuken. Je kunt nu Writhing Bongul oproepen. Hij kost 2 mana en je hebt 2 mana beschikbaar. Writhing Bongul hoort bij de darknessbeschaving. Dat kun je zien omdat hij zwart is. Om hem in het spel te brengen heb je 2 mana nodig. Minstens 1 daarvan moet van de darknessbeschaving zijn. De andere mag van welke beschaving ook zijn. Tap je 2 mana kaarten en leg Writhing Bongul in de battlezone. Stap 5. Aanvallen. Writhing Bongul kan nog niet aanvallen omdat hij Summoning Sickness heeft. Maar Deadly Fighter Braidclaw kan wel aanvallen. Hij moet zelfs aanvallen omdat het op de kaart staat. Als je aanvalt met een wezen, tap je hem. Zo laat je zien dat je hem deze beurt gebruikt. Nu kies je wat je wilt aanvallen. Je kunt een van de getapte wezens van je tegenstander aanvallen of je tegenstander zelf. Je tegenstander heeft geen getapte wezens, dus je moet hem aanvallen. Je breekt een shield. Jij kiest welk shield je breekt. Je tegenstander pakt hem dan op en neemt deze kaart in zijn hand. Hij heeft nog maar 4 shields over. Stap 6. Beëindig je beurt. Laten we een paar beurten overslaan en kijken hoe het spel er nu uitziet. Op dit moment hebben jullie allebei een aantal mana-kaarten en wezens. Stap 1. Begin je beurt. Untap al je kaarten om ze weer te kunnen gebruiken. Stap 2. Trek een kaart. Stap 3. Leg een kaart in je mana-zone. Je hebt nu 6 kaarten in je mana-zone. Dus misschien wil je geen kaarten meer in je mana-zone leggen. Dat mag je zelf kiezen. Stap 4. Roep je wezens op en speel je spreuken. Laten we nu eens een spreuk spelen. Je hebt Deathsmoke in je hand. Hij kost 4 mana en minstens 1 mana moet van de darknessbeschaving zijn. Tap nu de mana die je nodig hebt. Speel Deathsmoke. Je mag nu een ongetapt wezen van je tegenstander kiezen en naar zijn wegwerpstapel sturen. Dan kun je maar beter de grootste kiezen, toch? Kies zijn Trihorn Shepherd. Als je de spreuk hebt gebruikt, leg je hem op je wegwerpstapel. Stap 5. Aanvallen. Je hebt een paar wezens die kunnen aanvallen. Wezens vallen 1 voor 1 aan, dus jij bepaalt wie het eerst aanvalt. We vallen nu aan met Skeleton Soldier, de Defiled. Skeleton Soldier, de Defiled, kan je tegenstander aanvallen of een van zijn getapte wezens. Laten we Burning Mane aanvallen. Tap Skeleton Soldier, de Defiled, en zeg wat je aanvalt. Nu begint er een gevecht tussen de 2 wezens. Als wezens vechten, kijk je naar hun kracht. Dit is gewoonlijk alleen het getal in de hoek. Maar soms kunnen spreuken en eigenschappen een wezen meer kracht geven. Skeleton Soldier de Defiled heeft 3000 kracht en Burning Mane heeft 2000 kracht.
Skeleton Soldier de Defiled heeft meer kracht, dus hij wint het gevecht. Burning Mane gaat naar de wegwerpstapel van je tegenstander. Dat doen we nog een keer. Tap Writhing Bongo om Reassure de Oracle aan te vallen. Beide wezens hebben een kracht van 2000. Als de krachtgetallen gelijk zijn, vernietigen de wezens elkaar. Jij legt Writhing Bongo op je wegwerpstapel en je tegenstander legt Reassure op zijn wegwerpstapel. Denk eraan. Met elk wezen kan je of je tegenstander aanvallen om een shield te breken, of een van je tegenstanders wezens aanvallen om die te vernietigen, of helemaal niet aanvallen. Stap 6. Beëindig je beurt. Nu mag je tegenstander aan de slag. Hoe win je het spel? Eerst moet je alle shields van je tegenstander breken. Maar dan is het spel nog niet voorbij. Zelfs als al je shields weg zijn, ben je nog niet verslagen. Om te winnen moet je je tegenstander nog één keer met succes aanvallen nadat al zijn shields weg zijn. Nu je weet hoe een beurt verloopt, kunnen we eens beter naar de kaarten gaan kijken. Om een Duel Masters kampioen te worden, moet je begrijpen wat de kaarten voor jou kunnen doen. Laten we eens kijken naar de speciale eigenschappen. Heel veel kaarten hebben speciale eigenschappen die het spel beïnvloeden. Dat maakt elke Duel Masters wedstrijd anders. Twee van de belangrijkste eigenschappen zijn Blokker en Shield Trigger. Blokker is een erg belangrijke eigenschap die sommige wezens hebben. Nightmaster, Shadow of Decay, is een wezen dat kan blokken. Dus hij heeft het speciale blokkersymbool. Laten we eens naar een blokker in actie kijken. Nightmaster ligt in de battlezone. De tegenstander besluit in zijn beurt om aan te vallen met Burning Mane. Het maakt niet uit of Burning Mane jou of een van je wezens aanvalt. Je kunt je blokker tappen om Burning Mane te dwingen met hem te vechten. Nightmaster, Shadow of Decay, heeft meer kracht dan Burning Mane. Dus Burning Mane gaat naar de wegwerpstapel van je tegenstander. Blokkers kunnen je wezens en je shields beschermen. Je moet een blokker tappen om hem een aanval te laten stoppen. Dus hij mag voor het gevecht niet getapt zijn als je hem hiervoor wilt gebruiken. Summoning Sickness geldt alleen voor aanvallers, niet voor blokkers. Dus je kunt een wezen dat je net in het spel hebt gebracht meteen laten blokken. Denk eraan, alleen een wezen met de eigenschap blokker kan een aanval stoppen. De spannendste speciale eigenschap van Duel Masters is een shield trigger. Als een wezen van je tegenstander één van je shields breekt, pak je het shield en neem je hem in je hand. Als die kaart shield trigger heeft, kun je hem in de beurt van je tegenstander meteen spelen, zonder voor deze kaart mana te betalen. Laat je kaart zien, doe wat erop staat en leg hem daarna op je wegwerpstapel. Laten we eens kijken wat een shield trigger doet. Je hebt nog maar één shield over en je tegenstander heeft twee wezens die kunnen aanvallen. Het lijkt erop dat hij gaat winnen. Hij valt je aan en breekt je laatste shield. Maar kijk, het is Terror Pit. Deze shield trigger spreuk vernietigt een wezen naar keuze. Voordat je tegenstander je nog één keer kan aanvallen om te winnen, speel je Terror Pit voor niets en vernietig je zijn wezen. Zoals je ziet zijn er veel verschillende Duel Masters kaarten met verschillende krachtige eigenschappen. Er zijn er veel te veel om hier op te noemen. Maar waarom wil je daar naar kijken als je ook een potje Duel Masters kunt spelen? Ontdek de kaarten zelf, bouw je eigen deck en binnen de kortste keren ben jij ook een keer Duel Master.